Hoe realiseren we voedselzekerheid in Afrika? Dat was de centrale vraag vandaag tijdens het Zero Hunger Young Summits in Ede. Nederlandse jongeren gingen daar met elkaar en met Nederlandse en Afrikaanse vertegenwoordigers van overheid en de agri-food sector de dialoog aan om samen tot bruikbare ideeën te komen om wereldwijde voedseluitdagingen aan te pakken. Ik heb net een lesprogramma verteld met samenwerking over Afrika en Nederlandse studenten. Om meer erachter te komen achter elkaars eetculturen en hoe de voedselketen van elkaar eruit ziet. Ik heb gewonnen met een studentenchallenge om in Kenia een mobiele markt op te zetten met fruit en groenten. Om zo het dieet van de theewerkers op de theeplantages in Kenia te verbeteren. Het Zero Hunger Young Summits 2018 is onderdeel van het World Food Day Program van de Verenigde Naties en is een initiatief van Eye for Nature. Via onder andere een livestream was het voor jongeren over de hele wereld mogelijk deel te nemen aan de dialoog. Daardoor heb je interactie met de studenten aan en leer je meer over elkaars voedselgebied en hoe het allemaal gaat daar. Wij zijn niet alleen. Dus de mensen die dan via Skype ook bij kwamen, hielp wel echt. Jongeren hebben een link met voedsel, alleen we vragen ze eigenlijk te weinig wat zij daarmee hebben en wat ze kunnen. En zo de evenementen vandaag helpt volgens mij om te laten zien dat ze wat in petto hebben. En dan moeten we ook zorgen dat we daar voedingsbodem aan geven. Ik heb vandaag geleerd dat lokale productie heel erg belangrijk is. En dat het heel belangrijk is dat voor boeren in Afrika om zelf hun voedsel te produceren. En dat wij niet per se daar voedsel heen hoeven te sturen. De unieke bijeenkomst werd gehouden in Ede op het World Food Center terrein. Wethouder Leon Meijer van die gemeente was ook aanwezig. Hij is de eerste food-wethouder in Nederland. Als je binnenkomt en de jonge mensen zijn aan het praten met boeren in Afrika. Jongen, wat zijn de problemen van deze wereld? Hoe kunnen we onze hersenen gebruiken om samen die problemen op te lossen? Dan word ik wel heel trots. Dit is wel heel erg de bedoeling van voedselstad zijn. En gezamenlijk zoeken naar de oplossingen. Niet alleen van je eigen stad, maar zo mogelijk van de wereld. Wat we hier vandaag gedaan hebben, denk ik wel dat we een heel stuk verder kunnen komen. De uitkomsten van vandaag worden uitgewerkt door studenten van de Wageningen University and Research en aangeboden aan de Taskforce for Rural Africa en aan Hans Hogeveen, Nederlandse vertegenwoordiger van de Food and Agriculture Organization.